Deze nieuwsuitzending die gaat over het fenomeen atheïsme, het fenomeen theïsme en het fenomeen verstandig nadenken. En verstandig nadenken betekent bij mij dat je kennis neemt van de oude geschriften. Je kan de Donald Duck van vorige week beschouwen als de waarheid. Met Katrien Duck die in het water viel. En dat was lachen. En er kwamen kwik, kwek en kwak in een roeiboot langs. En alles liep goed af. Om te beginnen bij het begin. Wat is theïsme? Dat heb ik hier voor staan. Dat heb ik opgezocht in de Wikipedia. Dit is de Engelstalige. Ik heb even gekeken of het ook Nederlands is. Maar dat is toch niet. Ja, Deutsch, maar daar heb je ook niks aan. Hè? Geen Dutch. Is dat misschien Nederlands? Nee, dat kan niet. Bij de N toch niet? Dat kan toch niet. Wel, Nederlands, zo wel. Okay. Theïsme. Theïsme is een godsdienstfilosofie, opvatting, godsdienstfilosofische opvatting, die 1. Het bestaan van één of meerdere goden aanneemt, of met name één persoonlijke god of godheid erkent, die zowel transcendent als immanent is. Even kijken hoor. Immanentie is de filosofische aanduiding van dat wat tot de structuur van iets behoort en deze niet overschrijdt. In de kennistheorie is immanent bijvoorbeeld dat wat het bewustzijn niet te boven gaat, maar wat binnen de ervaring of het bewustzijn blijft. Oké. Wat is transcendent dan? Het woord transcendentie heeft in de theologie twee betekenissen die echter wel verwant zijn. Zeg me ook niks. Waar het over gaat is dat het theïsme het bestaan van God erkent. En het atheïsme. Kijken we ook weer bij de N. Van Nederlands. Ja, staat er ook. Atheïsme. Atheïsme kent meerdere elkaar soms overlappende, soms uitsluitende betekenissen, maar het begrip omvat vrijwel altijd de afwezigheid van geloof in één of meerdere goden. Om haar wetenschappelijke bruikbaarheid als overkoepelend begrip wordt daarom deze definitie gehanteerd in het Oxford Handbook of Atheism. Dus in 2013 opgesteld dan. Deze ruime definitie sluit aan bij de Griekse herkomst van het woord atheïsme. En dat is dan a, streepje, dat betekent zonder. En theos, dat is God. En overkoepelt zowel het agnosticisme als de nadrukkelijke verwerping van iedere vorm van religiositeit. Zowel de overtuiging dat er onvoldoende bewijsmateriaal is om tot de aanname of afwijzing van een godheid te kunnen komen, als de overtuiging dat de wetenschap heeft bewezen dat er geen God bestaat of kan bestaan. Ja, mijn dochter is atheïst. Dus het is heel reëel. Ik ken eigenlijk niemand die durft te beweren dat hij gelovig is. Dat is heel zielig voor mij.
Want ik word bestempeld als een gelovig iemand. Terwijl ik alleen maar zeg dat ik een bijbelgelovende christen ben. Eigenlijk zou het verhaal moeten gaan over mensen die de Bijbel, die ken ik echt, hè. Die hebben een Bijbel en dat zijn van die hele dunne blaadjes. En dan trekken ze daar zo'n blaadje uit, zo krrk, en dan pakken ze iets uit, noem eens wat, Hosea. Je kent dat verhaal wel, denk ik, hoop ik. Nee, waarschijnlijk niet. Want geen hond leest dat boek. Het is ja, je moet er gewoon om lachen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Joodse humor is dat je toch lacht. In Auschwitz is denk ik wel gelachen, hoor. Het was niet leuk in Auschwitz, maar er is wel gelachen. Even met de beide voeten op de aarde, hè. Ik ben er toch aan het screencasten, wat maakt het uit. Ik pak nog even een wiki erbij en dan doe ik van deze meneer. Maar nu wel kant. Moraal van de mensen, even kijken hoor. Immanuel Kant, Wikipedia. Dat je even weet dat deze man echt bestaan heeft. Immanuel Kant die is geboren in 1724 en overleden in 1804. En hij zag er zo uit volgens de schilder. Hij heeft lesgegeven. Oh, hij is geboren in Koningsbergen, zeggen wij. Koningsberg. In Pruisen. En dat is nu Kaliningrad. In Rusland. Hij heeft een werk geschreven. Ik weet niet of dat hierin staat. Even kijken of dat. Dit is zijn hoofdwerk. Kritiek van de zuivere reden. Kritiek der reinen vernunft. Dat is gepubliceerd in 1781. Dat boek heeft een stormvloed aan reacties opgeleverd. Hij heeft een werkje geschreven. Even kijken of ik hem vinden. Ik doe hem even gewoon uit losse handen. Lees me lekker mee. Hè? Theodicee. Want daar gaat het om. Even kijken. Een Theodicee is een godsbewijs. Kijken of ik het nou snel kan vinden. Maar ik kan het zo samenvatten, hoor. Hij heeft laten zien dat de frase God bestaat, dat is een hele korte zin, die bestaat maar uit twee woorden. Het eerste woord is God en het tweede woord is bestaat. Meer niet. Dat is geen zin. Je kan ook wel zeggen periwinkel bestaat, maar wat zeg je dan? Ik praat toch momenteel? Dus het mag logisch zijn dat ik besta. Ik heb vandaag de Belastingdienst op bezoek gehad. Nou, die zijn er heilig van overtuigd dat ik besta. En de bovenbuurvrouw die daar wel eens aankomt kloppen van... Hou eens op met die harde muziek en laat je dochter naar bed gaan... want ze zit te zingen terwijl ze in de badkamer zit en ik wil naar bed... Niemand gaat zeggen dat Perry bestaat. Wees eerlijk. Bestaan, dat is helemaal geen... dat is geen eigenschap. Je kan zeggen, Perry is een eikel. Dan zeg je wat. Perry heeft het aan de stok met de Belastingdienst. Dan zeg je wat. Perry is bijna 1,80 meter en over een tijdje wordt hij waarschijnlijk iets kleiner, omdat zijn botten gaan krimpen. Dat zijn eigenschappen van Perry. En als iets eigenschappen heeft, dan bestaat het. Dus als je zegt Perry bestaat, dan zeg je zoveel als Perry heeft eigenschappen. Oi, 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 dat is moeilijk, hè? Dat is echt heel ingewikkeld om dat te begrijpen, hoor. In de Koran wordt dat opgelost met de mooie frase...
op zijn Arabisch. Ik kan geen Arabisch, maar ik kan wel een paar frasen. Dan kan ik mijn Mohammedaanse vrienden mee de mond open laten zakken. Van jeetje kreetje zeg. Dus iemand die heeft een Bijbel gelezen en die snapt... Die frase is la ilaha illallah. En dan zit ik een Hollands accent in natuurlijk. Ik ga ook helemaal niet mijn best doen om goed Arabisch te spreken. Maar daar staat het wel correct. Er is geen God. God is het issende. God is geen persoon. God heeft geen eigenschappen. Alle eigenschappen die er zijn, die jij om je heen kan zien, dat je zegt, hé, grote vrouw, hé, taxi zonder vervoerder. En dan ga je zo zwaaien, van, mag ik mee? Al die dingen, dat zijn eigenschappen. Maar niemand heeft God ooit gezien. Er zijn mensen die hebben beweerd dat ze God ervaren hebben. Maar dan komen ze aan met, zoals, was dat Abraham of Mozes? Dat verhaal dat er zo'n braambos plotseling in de fik vloog. En dan zeggen die mensen, oh, er is zoiets als God. Ja, er is zoiets als God. Ja. En een atheïst... Laat ik beginnen met theïst. Een theïst die zegt dat God bestaat. Ik vind dat iedereen die dat zegt, die moet opnieuw naar de kleuterschool. Die moet taalles krijgen. Je gaat ook niet zeggen, de maan bestaat. Ja, hoezo bestaat de maan? Die kan ik toch zien? Tenzij het nieuwe maan is, dan kan je hem niet zien. Maar als je een hele goede telescoop hebt, kan je hem wel zien. Denk ik. Je kan ook niet zeggen, de aarde bestaat. Dat zeg je toch niet? Bestaan, dat is een ding dat je zegt van, dat zou zo kunnen zijn. Of dat je iets weet tot als je de pluspool en de minpool met een chipje verbindt, dan krijg je een bliksemding en... Dan kan je een aansteker mee maken en dat idee bestaat. En het werkt ook. Maar een randbegrip. Maar God bestaat niet. Niet volgens de Bijbel. De Bijbel is daarmee het meest zuivere geschrift waarin het gaat over de relatie van de mens met dat wat de oorzaak is van het universum. Daarin wordt het netjes op een rijtje gezet. En in dat boek staat dan ook wat de consequenties daarvan zijn. Bijvoorbeeld dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar de natuur. Genesis 6... spreekt van een zondvloed. En dat was omdat de mensen in die tijd echt, die kwamen God zijn strot uit. En toen steeg het water. Ja, en die arme dieren, die konden er niks aan doen. En wie heeft de boel toen moeten redden? Ja, een mens. Een mens die in balans was met zijn omgeving. Die in atonement was. Dat is een Engelse term. Pak hem er ook even bij. Atonement. Meaning. Atonement. En dan... dit kan ik niet helemaal goed vertalen hoor, maar... The reconciliation of God and mankind through Jesus Christ. Dat is de christelijke theologie. Hè?
Het betekent letterlijk at one moment. Ik kan er even bij pakken bij Translate. Als jullie dit goed begrijpen, dan zijn we gelijk in één keer van het gezeur af namelijk. Het zou zo schelen. Dus Engels. En dan pakken we erbij Latijn. Nee, dit is niet de goede vertaling die ik zocht. Er staat, je moet het eigenlijk lezen als at one moment. Kijken of we hier kan vinden bij de genealogie, bij de etymologie. Dus atonement. Etymologie. Ja, deze bedoelde ik. Dit had ik eerder gevonden. English, dus at one moment. En het middeleeuwse Latijn was ad una mentum. En una is unity. Dus one and one moment. Noah had dat in de gaten. Dus in de tijd dat Noah begon met die boot te bouwen, toen voelde hij al nattigheid. Misschien komt het woord ook daar wel vandaan. Noah was één. En al die mensen die hem uitlachten en die zeiden, wat ben jij voor een idioot dat je een boot gaat bouwen op het vasteland? En hoe ga je die boot naar de zee brengen? En hoeveel paarden heb je wel niet nodig? Of kamelen? En moeten daar nog wielen onder? Dan was het wiel al uitgevonden in die tijd. Hè? Ja, met die mensen had hij niet zoveel te maken. Maar hij had wel medelijden met al die dieren. En die dieren mochten ook in zijn boot. Noah die had atonement. At one moment. Begrip van het ene. En dan kan je zeggen van ja, maar de Bijbel, dit is hier een boek, man, dit is hier 3000 jaar oud. Dan moet een keer opnieuw geschreven worden met mooie verhalen erin over Netflix seks of zo. Want tegenwoordig op Netflix kan je heel veel seks zien en daar moet de Bijbel bij gewerkt worden. Nou, dat lijkt me helemaal niet nodig eigenlijk. Wat voor zin heeft het om een nieuwe Bijbel te schrijven als wij momenteel die oude Bijbel niet eens willen lezen? Dat is net zoiets dat je, vraag maar aan je moeder, van, mag ik een nieuwe aflevering zien van Netflix? En dat je moeder vraagt, van, joh, heb je die vorige aflevering al gezien? Dat je zegt, nee, maar ik wil een nieuwe kijken. Want die vorige, nou, daar hoor ik allemaal verhalen van. Nou, volgens mij is dat niks. Ik wil een nieuwe aflevering van Netflix. Of Netflix, hoe heet dat? De Bijbel is het oudste boek. Aan de Bijbel is 1500 jaar lang geschreven. Ja, niet aan één stuk door natuurlijk. Maar het oudste boek, dat is Genesis. Of de oudste boeken zijn er twee. Genesis en het boek Job. En die zijn 1400 jaar voor onze jaartelling. En het laatste boek, dat is het boek Openbaring van Johannes. En die was toen verbannen naar Patmos. Die zat er in zijn eentje op een rots eilandje. Vraag me af hoe die man aan zijn eten moest komen. Van God en alle man verlaten. En dat is geschreven in het jaar 100. Dus het heeft anderhalf millennium geduurd voordat die Bijbel dan, dat mensen zeiden, oké, dit is het. En toen was die Bijbel geschreven in Grieks, met name, dacht ik, en Hebreeuws. En Hebreeuws, dat is de taal die ze momenteel nog spreken in Israël. Jiddisch, waarschijnlijk is dat, nou, ik weet niet precies waar Jiddisch vandaan komt, maar ik ken heel veel Jiddische woorden, zoals piketanesi. En jatten.
Heb je dat gejat? En zo zijn er nog meer, hoor. Lazarus is denk ik, nee, dat is niet echt Jiddisch. Maar misschien wel. Maar Hebreeuws is die andere taal van de Joodse mensen. Ja, Hebreeuws en Grieks. En waarschijnlijk stonden er ook stukjes in Armeens, denk ik. Er zijn stukken van die werken vertaald naar het Koptisch. Dat is weer een andere taal. Het zijn allemaal hele oude talen en niemand spreekt dat. Dus die werken waren helemaal niet toegankelijk voor de rest van de wereld. En de eerste Bijbel die ze toen hebben gemaakt, en dat waren die leuke Babyloniërs, die later 9-11 zouden gaan doen. En 9-11, dat is Engels. Dat slaat op die aanslagen van 11 september. Dat je even een connectie maakt tussen het verleden en het recente verleden. Die Babyloniërs. En pas in 1611 was de Godganse Bijbel, alle ontvangen geschriften, vertaald in een voor ons makkelijk te lezen taal. En dat is dit ding geworden. Die kan je gewoon dus online opzoeken. KingJamesBibleOnline.org. Koning Jacobus Bijbel Online, hebben we geen Nederlands woord voor, punt, organisatie, org. Ja, dat is dus deze. Nou, dan kan je even kijken in het eerste vers. Wat staat hier nou? In the beginning, God created the heaven and the earth. Nou, dan kan ik je vertellen dat zover je het hebt over het bestaan, gaat het toch echt over deze twee dingen. En dit ding natuurlijk. En die er tussenin staat, God, dat was de veroorzaker. Dan heb je ook nog het deïsme. Ik pak hem er ook nog even bij. Even het hele alfabet van dit soort onzin te pakken hebben. Kijk hoor. Ja, precies. Je hebt het theïsme. Dat zegt dus dat er een God bestaat. En het bestaat hij dus niet. Dat heb ik net uitgelegd. God valt buiten het bestaan. God heeft geen eigenschappen. Deïsme, dat zegt dat, even kijken. Het is een, pakken we even Nederlands erbij. Voor het gemak. Ik neem maar even de tijd hiervoor, hoor, want als je niet naar mij luistert, nou, dan luister je niet naar mij. Maakt me ook niet uit. Staat hier, deïsme is een religieus-filosofische opvatting die God als transcendente oorzaak van de natuurwetten beschouwt. Dit houdt in dat God weliswaar de schepper van het universum is, maar sinds de schepping op geen enkele wijze ingrijpt in het proces van de natuurwetten. God als, tussen aanhalingstekens, horloge maken. Nou, die aanhalingstekens mogen van mij weg. In de Bijbel staat wat anders. In de Bijbel staat namelijk dat zowel tijd als de hemel en de aarde veroorzaakt zijn. En die oorzaak, die noemen wij God. Dat is geen man met een baard, want God heeft geen eigenschappen. Als iets een eigenschap heeft, dan bestaat het. En bestaan, dat komt alleen aan ons toe. En je poes, en je hond, en die chagrijnige buurman die iedere nacht dronken is en harde muziek draait. Of die andere buurman die de godganse tijd zijn woning loopt te verbouwen. En dan gaat hij weer met die boormachine. Of die andere buurman die heeft iets met zijn longen en die loopt de hele tijd te hoesten.
En die buurvrouw, die is zo stampend boven je, boom, 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 als de eerste beste kamerolifant. Ja, dat bestaat allemaal. Klimaatverandering, dat bestaat ook. Weersverandering bestaat ook. Regen, als je er geen zin in hebt, bestaat ook. Een bus die niet komt, ja, die bestaat ook. En jij staat er maar, van jou kan je zeggen dat die bus bestaat, want die bus is er helemaal niet. Ja, maar die bus bestaat wel, want anders stond je niet bij die bushalte. Oké, het is allemaal best simpel. Maar God staat buiten het bestaan, dus de zin God bestaat of de zin God bestaat niet, slaat nergens op. Nou, en dan heb je het deïsme dat zegt, nou, er bestaat een God en die heeft alles veroorzaakt. En toen dacht hij, laat me gaan. En dan kom je uit bij de vrijmetselarij. Even dat je het weet. En dat zijn de sterke sukkels. Ik moet het echt even kwijt. Ik zat op het terras van een kroeg waar ik voorlopig niet meer kom. Want die barman zei tegen mij, het is hier te gevaarlijk voor jou. En we willen geen gezeik met de politie erbij en een ambulance dat jij moet worden afgevoerd. Dus daar kom ik voorlopig niet meer. Dus, voor de rest heb ik me daar niet misdragen of zo hoor. Maar, ach, je hebt van die dingen. Ja, dan raakt iedereen als zelletje kippen in het kippenhok. En denken ze, Perry is slecht. Nee, ze denken alleen maar, Perry is bijna 60. Ik ben in de 40. Ik ben een kop groter dan hem. En ik sla me even verrot. Want hij heeft gezegd wat ik niet begreep. Ja, ja, zo gaan die dingen. Maar goed, ik zat dus op dat terras toen ik er nog wel mocht komen. Of durfde te komen. En er zat er tegenover mij een jongen. En ik zei dus tegen die vent, heel openlijk, hè, van ja, ik ben christen. En dat ben ik ook. Overtuigd. Dan krijg je bij mij, dan krijg je er niet meer uitgeramd. Ik ben al bijna 48 jaar lang, bijna 50 jaar lang afgerond. Ben ik christen. Punt. En in het begin kon ik dat niet echt goed verwoorden. Waarom dan? Ik kon alleen maar stotteren en zeggen, ja, lees je Bijbel, lees je Bijbel. En mensen zeggen, ja, dat is een oud boek. Ik moet de Donald Duck van vorige week moet ik nog lezen. En trouwens, ik heb nog een hele stapel liggen van oktober vorig jaar. En toen was ik op vakantie en die heb ik allemaal bewaard. En die moet ik ook nog lezen. Want het schijnt dat Katrien Duck dan ontmoet Dagobert Duck. En dan gaat ze met hem gaat ze ook zwemmen in dat geldpakhuis. En het schijnt dat er met de zware jongens. Nou, en daarna moet ik nog Netflix kijken. Want er schijnt een nieuwe seksscène in te zitten. Die heb ik nog niet gezien. En er wordt wel veel in geschoten. Maar dan tegenwoordig dan in Afghanistan. Want de vorige Netflix, daar gingen ze schieten in Libië. En ja, die heb ik 3 keer gezien. En er zat niet zoveel seks in, maar deze schieten in Afghanistan, er zat wel lekker veel seks in. En ik kijk toch graag naar vrouwenbillen, of naar vrouwen in het algemeen. En vrouwenborsten, nou, ik ben niet seksistisch, maar vrouwenborsten vind ik ook mooi hoor. En sommige vrouwen vinden dat ook leuk om naar te kijken. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb helemaal geen besef nodig dat de wereld niet te begrijpen is, want de wereld is al lang begrepen. Want Charles Darwin met zijn evolutietheorie, die heeft er alles netjes uitgelegd hoe het zit. En dan ben ik stom verbaasd. Dan denk ik, nee, Charles Darwin heeft helemaal niets uitgelegd. Hij heeft een boekje geschreven, The Origin of Species. Waarin hij stilstaat bij verschillende vinkensoorten. En dat heeft er geld gekost, jongen. Die familie Darwin, dat waren aristocraten. Wat je nu zou zullen zeggen als de familie Bush of zo. Mensen met poen genoeg. Want als ze geen poen meer hebben, dan laten ze het gewoon erbij drukken. En niet eens dat ze zelf gaan drukken, nee, ben jij gek. Dat gaat net als met de Federal Reserve Bank van Amerika. De belt de Federal Reserve, die belt op naar de drukkerij en die zegt, mogen wij zoveel biljoen? Oh, wacht eventjes, nee, even wacht hoor.
ik zeg het fout. Ja, wat zei je nou? Wat zei je nou? Oh nee, ik wil een triljoen wil ik hebben. Ja, triljoen. En dan op pallets. En dan niet van die zware pallets zoals de vorige keer, want er ging, de heftruck ging kapot. En het komt allemaal op de debetrekening van het Amerikaanse volk, want die mensen zijn nog lang niet arm genoeg. Ja, die mensen bulken in het geld, dus met al dat geld hebben we een hele bak geld er tegenaan gesmeten en een boot afgehuurd en die ene neef erop. Want dat boek, The Origin of Species, dat is geschreven door Charles Gorton. Hij was zijn oom. Als je me niet gelooft, dan ga je maar luisteren naar, ik pak hem er even bij. Cutting through the matrix.com. Kijk of ik het goed geschreven heb. Goed geschreven in één keer. Hier, ga deze man maar luisteren. Dit is helemaal geen christen. Dit is een profaan persoon, een werelds persoon. Hij heeft het nooit over Christus Jezus, helemaal niet. Maar wel over Charles Darwin. En hij weet wat voor een bullcrap het is. En dat het die oom was die dat boek geschreven had. En dat suffige neefje is op die boot gezet van, ga jij maar naar de Galapagos-eilanden en ga maar op zoek naar iets. Maak maar wat tekeningen van vinken. Dat is de hele evolutietheorie en meer niet. Zucht. En iedereen denkt, ja, maar net als met 9/11... als het niet echt Osama Bin Laden was die in een grot zat in Afghanistan met een laptop en een satelliettelefoon. En dat hij niet echt 27 handlangers had, waarvan de 19 dood zijn gegaan en de rest is gelukkig gearresteerd. En toen zijn we bommen gaan gooien in Afghanistan. En als dat niet allemaal waar was, dan was het nooit op tv geweest. Ja, how dumb can you be, man? Neem er gewoon een beetje kennis van. De evolutietheorie, afgelopen. Bestaat het fenomeen? Nou, wat ik weet, dat er was een bos. Er was eens een bos. En daar groeiden berkenbomen. En die hadden, een berk heeft een witte, hoe noem je dat? Schil? Schors heet dat. Een witte schors. En daar leefden heel veel vlindertjes en die hadden ongeveer dezelfde kleur als die dennenboomschors. En dat was handig, want als die vogeltjes kwamen naar de snackbar van, ik ga vlinders eten vandaag. Ja, die vlinders die gingen gewoon lekker tegen de berkenboom aan zitten en dan werden ze niet gespot. Nou, toen hebben ze een stuk van dat bos, hebben ze met allemaal machines, dat doem, 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 al die bomen eruit geracht, asfalt eroverheen gepleurd. Van die wegwijzering erbij, van die strepen eroverheen en dan van die lange treinen met vrachtwagens. Allemaal met die dieseluitstoot. Dus die bomen, die verkleurden. Ja, en toen kwamen die vogeltjes naar de snackbar en die zeiden, hey, ik zie een vlinder zitten. Ja, die vlinder die viel op tegen die bruine bast van de roet van de diesel. En welke vlinders bleven over? Nou, de vlinders die niet de oorspronkelijke kleur hadden. Er zijn in Afrika, waar meestal best donkere mensen geboren worden, daar worden ook albino's geboren. Ja. Zo ook onder die vlinderpopulaties zijn er vlinders geboren en die hadden iets donkere vleugeltjes. En die werden niet gespot. Ja. Survival of the fittest noemt Charles Darwin dat. Ja, maar dat zijn microveranderingen. Hoe lang denk jij dat je moet wachten totdat er mensen komen met ogen in hun achterhoofd? Terwijl dat best een overlevingsstrategie is. Gewoon één oogje. En later twee natuurlijk. En dan ogen aan de linkerkant en een oog aan de rechterkant. Dus een mens met 6 ogen, waarom niet? Maar dat gebeurt helemaal niet. Dus evolutie kan je lekker
over gaan fantaseren. En als je daarin gelooft, nou, dan heb jij een geloof. Heb je wel een uitermate idioot geloof natuurlijk. Oh, wij mensen stammen af van de apen. Oh. En mijn vraag is dan, waar stammen de apen vanaf? Nou, van de half-apen. Oh, waar stammen de half-apen dan vanaf? Nou, van de katachtige. En waar stammen de katachtigen vanaf? Ja, die mensen gaan helemaal stamelen, want ze weten dat ze uiteindelijk toe moeten naar zeedieren, zoals vissen. De vissen die hadden dan kieuwen en die zijn het land opgekropen. En dan kregen ze zomaar longen. En andere vissen die dachten bij nader inzien van... hallo, ik vind het land helemaal niet leuk. Ik ga terug naar de zee. En dat zijn dolfijnen geworden. Ja. Tuurlijk, joh. Maar waar stamt dat allemaal vanaf? Nou, van de meercellige wezens die... oh ja. Ja, en die meercellige wezens, waren dat geslachtelijke wezens of deelden die zich gewoon in tweeën? Dat is al het eerste punt wat je dan hebt, hè? Waar komt geslachtsverkeer vandaan? Ja, dat was evolutionair bepaald, want die meercelligen die dus zichzelf deelden, die waren niet geschikt. En de meercelligen die dan met elkaar gingen wippen de wip, wat wij tegenwoordig neuken noemen, die werden het wel. Oh, mooi zo, man. Ging dat ook met spermacellen? Nee, dat gaat niet met spermacellen. Nee, dan moet je denken aan hoe een haring de eitjes bevrucht. En dat is gewoon dat een vrouwtje doet allemaal eitjes. Ik weet trouwens niet eens hoe een haring zich voortplant. Maar zoals kikkers dat doen. Hè? Die vrouwtjes die hele bak met eieren. En dan komt er zo'n mannetje langs en die zo... Is dat geslachtsverkeer met een spermatozoïde? Nou, ik dacht het niet hoor. En waar komt die rotzooi dan vandaan? Vraag je aan zo'n evolutionist, hè? Zo'n atheïst, zo'n dombo. Sorry, ik wil er niet... De vorige uitzending heb ik erg beledigend gedaan. Dat wil ik ook niet doen. Maar, dan vraag je aan zo'n atheïst, ja, maar waar komen dan die meercelligen vandaan? Ja, zeggen ze dan, die kwamen van de eencelligen. Oh, hadden die ook geslachtsverkeer? Nee, zeggen ze, nee, de eencelligen niet. Oké. Oh, nou, ik snap het hoor. En waar komen de eencelligen vandaan? Ja, die komen van de moleculen. Oh. Oh. En waar komen de moleculen vandaan? Oh, zeg dan zo'n atheïst. Nou, van de atomen natuurlijk. Wat een dom verhaal, zeg. Wat een domme vraag. Ja, oké. En waar komen de atomen dan vandaan? Nou, zegt zo iemand, van de atomaire deeltjes natuurlijk. Je had allemaal atomaire deeltjes en het ene atomaire deeltje dat is uitgestorven en het andere atomaire deeltje dat ging dan moleculen maken, denk ik. Ja, geweldig. En waar komen die atomen dan vandaan? Ja, van de subatomaire deeltjes. Oh, en waar komen die dan vandaan? Oh, van de nog kleinere deeltjes, en die zijn ze in CERN, C-E-R-N, ik weet niet eens die afkorting waar die voor staat, maar dat is een cyclotron, zo heet zo'n ding. Dan maken ze een hele grote cirkel, een tunnel is dat, met magneten, en dan kunnen ze atomen daarin de rondte laten vliegen. En die houden ze dan in balans, en dan maken ze steeds sneller. En dan doen ze ergens maken ze een opening, en dan doen ze die magneet uit. En dan schieten die deeltjes rechtdoor. En dan kabam. Ja, en dan knallen ze uit elkaar. Hetzelfde wat je hebt met een vaas die je tegen een muur aan flikkert. Dondert. Geen vieze woorden gebruiken. Ja, gooit. Ja, die gaat in stukjes uit elkaar. En dan vinden ze steeds kleinere deeltjes. Zeggen ze dat ze dat vinden. Quarks noemen ze dat. Maar geloof je dat nou zelf? Dat jij naar mij zit te luisteren, terwijl wij allebei een zak met kwarks zijn. We stammen van de kwarks af. Ja, als je dat gelooft, het mag voor mij hoor.
ga helemaal niks verbieden. Want het is net als met van alles wat je verbiedt, dan maak je het alleen maar erger mee. De enige reden waarom ik nog rook is dat er iedere keer op die pakjes check staat. Dat roken verhoogt de kans op impotentie, staat hier nou weer op. Ja, dan denk ik, oké, even proberen. Ik hoef toch geen kinderen meer. Misschien krijg ik nog andere ziektes. Loonkanker of zo. Keelkanker. Even kijken of het zo is. Friedrich Nietzsche heeft gezegd, je zult gevaarlijk leven. Dus alles wat je verbiedt, ja, dat moet je niet doen. Dat wordt juist extra gedaan. Dus wil je domme dingen geloven, ja, dat moet je dat vooral doen. En ga dan vooral door het leven als een zak met kwarks. Er is meer aan de hand. De andere kant van de oplossing is uitermate eenvoudig. En die oplossing is wat in de Bijbel staat. Het 20e eeuwse begrip voor God is the field. Ik zal er even bij pakken. Lynn McTaggart. The field. Oké. Ja, Lynn moet je zeggen. Lynn McTaggart. Even kijken hoor. De books. Even erbij komen. Oké. We krijgen hier eerst het boek. The Field. Ik heb het zelf... Heb ik dat gelezen? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel werk van haar gelezen. Niet dat je haar moet geloven. Daar gaat het niet om. Want wat zij zegt is oud nieuws. Dit staat al in de Bijbel. Alleen zij gebruikt een ander woord. Zij gebruikt het veld. Heb ik deze man... Even kijken hoor. Rebirth of Nature. Weet u die ook? Oh ja, Rupert Sheldrake. Staat die al. Rupert Sheldrake is beroemd geworden met zijn theorie van de morfogenetische velden. Oftewel morphic resonance. Dat is ook van Sheldrake. Dit zijn moderne versies van wat er in de Bijbel staat. Ik pak die andere nog eventjes erbij. Heet die ook weer? Over epigenetica. Epigenetics. Waar heet die man ook weer? Zoiets van de... Even nadenken. Er hangt hier een briefje, maar dan moet ik opstaan en dan loop ik weg en dan valt er zo'n lange pauze en heb ik geen zin in. The Biology of Perception, dat is een ding. Ja. Biology of Perception. Bruce Lipton, ja, dat is hem. Bruce H. Lipton. Je kan een allemaal filmpje van hem bekijken. Biology of Belief heet het ook wel. Dit zijn 20e eeuwse concepten. Nog niet helemaal uitgewerkt. Niet zo zorgvuldig opgeschreven als de Bijbel.
En het gaat over hetzelfde. Dan kom je ook bij dingen terecht als homeopathie, Germaanse geneeskunde, antroposofie. En nu ik toch die term gebruik, antroposofie, die term is in de wereld geslingerd door Rudolf Steiner, als een Duitser. En die was daarvoor theosoof. En theosoof betekent godskenner. En hij heeft gezegd, ik weet niet wat voor eigenschappen God heeft. Daar heeft hij gelijk in, want God heeft helemaal geen eigenschappen. Behalve dat hij er buiten staat. Dat kan niet anders. Het is de onbekende factor. Een andere filosoof uit de 20e eeuw, dat is deze man, Martin Heidegger. Van hem komt de beroemde frase: waarom zou je denken dat iets is? Wat het issende, dat de oorzaak is van alles. Waarom is dat iets? Waarom niet veel beter niets? Je mag zeggen, God is niets. Want niets heeft geen eigenschappen. Het is een leuke grap. Iemand zegt, die komt in een restaurant en die zegt, ik wil graag koffie zonder suiker. En dan zegt die ober, van nou mag het ook koffie zonder melk zijn? Want de suiker is op. Ha, 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 ha. En niets heeft geen eigenschappen. Dus niets lijkt heel veel op God. We kunnen nog verder teruggaan in de tijd. Dan pakken we Friedrich Nietzsche erbij. Maar Friedrich Nietzsche heeft gezegd, God is dood. En dat was een maatschappijbeschouwing. En daaraan vooraf ging Arthur Schopenhauer, moet je zeggen. Ik heb heel lang Schopenhauer gezegd, maar dat moet je helemaal niet zeggen. Het is Schopenhauer. En die heeft gezegd, er is geen vrouw die deugt. Nou, dat is een maatschappijbeschouwing. Er wordt Schopenhauer niet in dank afgenomen dat hij dat gezegd heeft. Al die vrouwen voelen zich beledigd. Terwijl het die vrouwen ook vrij staat om te helpen om die maatschappij te verbeteren. In plaats van dat lopen zeuren. Want ik wil bij de feministische genootschap. En ik wil een leuke baan. En geld. Eigenlijk eerst wil ik geld. En dan wil ik een leuke baan. Waarin ik mezelf kan existentialiseren. Oh, wat erg. Ja. Schopenhauer die kwam met het begrip de wil. En noem God maar gewoon de wil. Noem God de wil, noem God niets. Ook een hele mooie in het Arabisch is Allahu Akbar. God is groter. Denk jezelf iets in, en God is groter. Het tweede gebod van de 10 geboden. Kniel niet voor een beeld. Dat doen mensen. Mensen maken zich een beeld van hoe het is. En die gaan er helemaal voor down. Die gaan op hun knieën liggen voor een beeld. Alsof dat God is. Ze vervangen God door... Ja, God bestaat niet, maar we hebben socialisme. En dan zorgen we goed voor elkaar. En dat is het helemaal. En ik ga voor het socialisme. Dus als 1 in de 4 jaar. Nou, ik zou wel elke maand willen stemmen. En dan stem ik iedere maand voor het socialisme. Ja, soms communisme hoor. Het ligt er een beetje aan hoe de wind waait. Zucht. En dan tegen het deïsme. Het deïsme zegt dus dat er is iets en dat kan je niet kennen. Het heeft alles veroorzaakt. Dat is de oorzaak van de natuurwetten. En that's it.
een schilder, die heeft een schilderij gemaakt. En, nou, voor de rest niks. Een schilderij staat op zichzelf. Dat staat niet in de Bijbel zo. En het lijkt me ook nogal onwerkelijk. Want als jij een Rembrandt bent en je maakt een mooie nachtwacht. Of een mooi zelfportret. Ja, dat is statisch. Maar wat God geschilderd heeft, dat is levendig. Denk jezelf eens in dat je een kind baart. En die mensen ken ik trouwens hoor. Ik ken een vrouw en die heeft een kind en dat is nu 5. En zij zei tegen mij dat ze dat kind vanaf het eerste jaar eigenlijk al, toen het kon lopen, toen dacht ze, nou, ik ben klaar. En toen heeft ze haar handen afgetrokken van dat kind. Gewoon in de steek gelaten. Ja, oh, mijn kind, oh, die bekijk ik maar. Dat is geen moraal. Als je een beeld wil vormen van God, is het enige, denk ik, dat je kan doen, is dat hij van je houdt. Zoals jij van je kind moet houden. Daarom mag je ook geen dieren mishandelen. Je moet omgaan met een dier zoals jij wil dat God met jou omgaat. Als jij een dier gaat lopen martelen, ja, dan moet je niet lopen zeuren dat het slecht gaat met je leven. Snap je? Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. En volgens de Bijbel houdt God zich dus dagelijks bezig met ons. En is hij de hele tijd van ho, ho, ho. En dan grijpt hij in. Wat gebeurt? En dat doet hij alleen maar voor degene die zich gedragen naar zijn wetten. Ja, maar welke wetten zijn dat dan? Dat is vast heel ingewikkeld, want de Bijbel is zo'n dik boek. Nee, die zijn helemaal niet ingewikkeld. Er zijn de 10 geboden. Die kan je op een briefkaart schrijven. Dat is alles. Ja, maar dat was toen hoor. Toen mocht je niet buiten de deur neuken, maar tegenwoordig wel hoor. Want bij Netflix wordt er de hele tijd buiten de deur geneukt. En ik geloof dat Netflix bestaat. How stupid can you be? Ja, want Netflix dat is recentelijk. En de Bijbel is heel erg oud. Dat is net zo iemand die dan zegt... Cognac? Nee, dat drink ik niet. Nee, dat is me veel te oud. Dus ik hoop dat ik nu een beetje lollig ben overgekomen. Dat ik de mensen die geen respect hebben voor de Bijbel... Want daar zijn de bosjes van. Dat ik die op een of andere manier duidelijk heb gemaakt. Dat je ofwel de Bijbel gaat begrijpen. En dan heb ik het over de Koning Jacobus Bijbel. Dus dit ding. Ik zal hem er even bij pakken. Waar staat hier ook alweer? Die? Nee. Deze dus. De Koning Jacobus Bijbel. Die kan je online, kan je die bestellen. Kijk maar, online. Kijk maar, King James. Kopen. Hoppakee. Wat kost dat nou? Kan je kiezen, je hebt dus de... Je moet die 1611 hebben. Die originele... Deze is dan in grote letters. Die kost je €30. Ik heb er één gezien, die was €14, inclusief verzendkosten. Deze moet je hebben. Koning Jacobus Bijbel 1611. Oh, die is €33,99. Okay. Ja, dit is een boek voor het leven hoor. Krijg je toch niet uit.
Dus als je de pijp uitgaat, dan kan je dat boek aan je kleinkinderen geven. Van nou, opa heeft hem bijna uit. Ga maar aan het begin beginnen. Het is allemaal zo toegankelijk. En heb je het geld niet, nou dan neem je de King James online. Dat kost je helemaal niks. Want je kijkt toch al naar Netflix. Dus je hebt toch al een internetaccount. Dan kan je ook de King James gaan lezen. Ja, maar er stond dingen in en die begreep ik niet. Nou, jongen. Pakken we even deze erbij. First Amendment Radio. Er gaat er gelijk een schermpje open. Dan moet ik gelijk dicht doen. Want dan gaat hij gelijk kletsen. Ga hier maar kijken. Ga je maar eens verdiepen in wat Maarten Luther allemaal heeft geschreven. Of pak deze vent erbij. Het is allemaal gratis. Het kost je uren en uren. Maar wat dacht je? Dat jij kon leren van jouw toestand in deze soepzooi. Met bommen op Irak en bommen op Syrië en bommen op Afghanistan. En waar gaan we zo dadelijk bommen op gooien? Komt straks Israël nog aan de beurt? Nou, ik dacht het niet. En als je je Bijbel goed leest, dan snap je dat ook. Dat ze geen bommen gaan gooien op Jeruzalem. Maar wel op Bagdad, hè? En mag dat? Bommen op Bagdad? Nee, dat mag helemaal niet. Ja, maar ik heb er niks mee te maken, hoor. Ik drink mijn bier in het café en dan moet ik gewoon accijns betalen. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. En van die accijns en die BTW gaan ze bommen gooien op Irak. Maar daar heb ik niks mee te maken. Nee, je hebt ervoor betaald, Klojo. Of tut hola. En je had het kunnen weten. En niet dat je van mij geen bier mag drinken, omdat er anders bommen van op Irak van worden gegooid. Nee, je mag van mij wel bier drinken. Maakt ook niet uit, als je een treinkaartje koopt, dan gaat er ook belastingmeuken overheen. En dan gaan ook dubbeltjes voor de volgende bom op Syrië of Libië. Of wanneer is Kenia eigenlijk een keer aan de beurt? Of Pakistan weer een keer? Er valt toch niet aan te ontkomen. Maar je kan wel leren hoe het zit. Dus je hebt tegenwoordig niet meer het excuus wat die Duitsers hadden. Dat ze na afloop van de oorlog zeiden, toen ze geconfronteerd werden met de feiten over die concentrationslager. De concentratiekampen. Dat die mensen stom verbaasd zeiden, ja, maar wij hebben dat helemaal niet geweten. Wij zaten in een oorlogssituatie. We waren al lang blij dat we brood op tafel hadden. En een beetje vers water. En een dak boven onze hoofden. Voordat de bomber Harry vanuit Engeland de burgerdoelen ging. Boom, 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 boom. Kijk, die Duitsers hadden een excuus. Want ze konden het niet weten. En gaskamers, ja helaas, die zijn niet gevonden. Dus dat had je überhaupt niet, om een mooi Duits woord te gebruiken, niet kunnen weten. Maar jullie kunnen het wel weten. Want ik heb het jullie nu verteld. En alsjeblieft, hou op met het theïsme, met het deïsme en het atheïsme en het agnosticisme, want dat is nog erger. Maar ja, ik weet helemaal niks. Want ik ben, eigenlijk had ik Pipo de clown moeten zijn. Maar ik kom niet grappig over. En maar dat is mijn lot. En voor de rest blijf ik gewoon niks weten. Ja, oké. Okay. Ken je die mop van die krokodil? En die had geen zin om te happen. Dat is een heel klein krokodilletje. Maar die hapte niet. Ja, dat bleef een heel klein krokodilletje. Denk je ook niet? Had hij dan gevoerd moeten worden? Een moedermelk iedere keer in zijn bekje doen? Van, oh, deze arme krokodil die wil niet happen. Nou, dan ga ik hem wel bijvoeren. Ja.
En zoals een krokodil bedoeld is om te happen, zo is een mens bedoeld om te begrijpen. En dan kan je tot de ontdekking komen dat je dan een aantal dingen in het verleden hebt gedaan waarvan je dacht, nou, iedereen doet dat, dus dat mag. En door de Bijbel kom je er dan achter dat je dat niet had mogen doen. Ja, nou. Lees het Nieuwe Testament. Begin daar anders mee. Als je zo'n angsthaas bent. Sluit je aan bij een kerk. Dan betaal je wat abonnementsgeld. Of je komt als eerste en dan ga je koffie zetten. En de stoelen op een rij zetten. En na afloop ga je de stoelen weer netjes opstapelen. En even de vloer vegen. Want er is altijd iemand binnengekomen met modderschoenen. Zeker als het regent. Heb je ook je bijdrage geleverd? Ga maar leren. Je hebt echt geen andere keus. Of je blijft eeuwig naar Netflix kijken. Totdat het je echt je neus uitkomt. Er zijn maar weinig mogelijkheden in het leven. Er is namelijk maar één mogelijkheid. Zoals Christus Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige zin die op zijn Frans mooier klinkt dan in het Nederlands. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Dus le chemin, la vie. Et le vérité. Even controleren. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh, translate. En dan pakken we Nederlands. En dan gaan we naar Frans. Oh nee, hop, hop. Verkeerd gekopieerd. Zo. Kijken wat Google ervan maakt. Ik weet toch wat het is. Dus. Ja. Je suis le chemin. Ik moet staan E. Le chemin. La vérité et... Ja, hier staat van het leven, dus... Nee, dat is niet goed vertaald. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dat zingt gewoon, hè? Maar dat moet jij ook gaan zijn. En het maakt niet uit dat je gezondigd hebt. Het maakt niet uit dat je het vroeger niet wist. Het maakt niet uit dat je al die tijd op je luie reet hebt gezeten en het leven aan je voorbij hebt laten gaan en dat je nu pas tot inzicht gekomen bent. Dat doet er niet toe. Want God houdt van jou. Het is een aparte levenshouding die je ontslaat van het najagen van geldelijk gewin in wat voor zin dan ook. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Al jullie atheïsten, theïsten, deïsten, vrijmetselaars. En zelfs de katholieken. Ook katholieken moeten hun Bijbel gaan lezen. Is lang verboden voor katholieken geweest. Lang verboden geweest voor katholieken. Ja, doe het toch. Het is het oudste boek wat we hebben. Er is in totaal 3000 jaar voorbij gegaan voordat we de Engelstalige Koning Jacobus Bijbel hadden. Heb respect voor dat boek en voor de boodschap die daarin staat. Dus, op zijn hamburgers, zaak ik. Tjuhus.
En dag lievers.